Kijk, hier de gulmeister! De gulmeister! De gulmeister! Oh, ja, 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 ja! Hele mooie, hele mooie! Ja. Nog één. Het is een gekhuis, dames en heren. Dag 2. Gisteren een bijzondere dag. Een heel taai ochtendje. En daarna ging die koolvis los. De strandvissers hebben een helbot gevangen van 82 centimeter. Super vet. En dat hebben we natuurlijk gevierd. Dus het werd wat laat met de nodige drankjes. We zijn iets later vandaag. Maar we hebben er niet minder zin om in. Vandaag gaan we eigenlijk waar we altijd naar rechts varen vanuit de haven. Daar naar de brug toe. Daar begonnen we gisteren op Pollak. We gaan nu naar links. Gaan we eens kijken om te horen dat daar ook zeeforel zwemt. Ook een paar pollock stekken. Dan hebben we nog, hang on. Daar aan de overkant ook een mooie pollock stek. Sowieso die middag, ja, je raadt het al, gaan we gewoon weer op die koolvis hakken. Vandaag prachtig weertje. Waarschijnlijk nu nog bewolkt, maar als het goed is geen regen. En af en toe een zonnetje. Dus goed insmeren. Zo, ik krijg even wat geheime info hier zo. In het kroegje van deze accommodatie. De beste man heeft navionniskaarten en die laten ons nu even zien waar we een goede kans maken op kabeljauw. Die hebben we nog niet echt gebruikt, tenminste. Nog niet vanuit de boot. We moeten achter een eilandje zitten. Schijnt ook een goede pollakstek. Kun je heel mooi zien aan die 0,5 dieptelijnen van Navionix. Hoe dichter ze bij elkaar liggen, hoe steiler het taliet. En daar moet je zijn voor pollak. Ik denk dat we daar vandaag wel even een poging gaan maken. Een ouderwetse kaart van ons gebied. Wij zitten hier zo. We wilden eerst hier op pollak gevestigd, dus heel dichtbij. Maar nu horen we dus net dat we hier een goede kans maken op kabeljauw. Maar dat hier ook een hele mooie pollakstek is. Kijken van een gebied we hebben om te gaan vissen. Is de pollakstek Mehmet? Ja. Ja, wat mooiste hè, deze visserij. Ja, pielen. Ik zou dit heel de dag kunnen doen, joh. Echt. Dan gaat dat gewoon heel de dag doen dan. Dan gaan wij wel iets anders doen. Drop maar hier af gewoon. Ja. Met een bellyboot, weet je. Kijk hoe stijl die kliffen naar beneden duiken. Het is hem wel. We zitten hier op 26 meter al met de boot. Moet je nagaan wat een stijl taluut hier loopt. Dit meurt gewoon naar de pollak. Het is jammer dat we van die slechte vissers bij ons hebben. Oeps, dat was een aanbeet. Kijk, ja, zag je dat? Sorry, heel een aanbeet, man. Hey. Dit is een gul, hè? Nee. Dat was er helemaal een gul. Kijk, pak je hem eens op boord, pak je eens. Ja, een klein beetje nog hier. Kijk dan, wij vangen alle markten Thijs de Mennen. En gewoon, weet je, de Hollandse klassieker Electric Blue. Laat hem eens even zien, jongen. Kijk. Doe maar. Ga ik kistje geven? Hij mag terug? Ja. Want die wordt boos als een nieuwe film staat. Ja. Maar nog een fischgevaar. Op de naakte Manolo. Ik probeer hem af te wachten, want er zitten heel veel dikjes. Ja, is maar. Hij staat op film hoor, DJ. Dus we geloven je wel. Dank je, Sjoerd. Me llamo Sjoerd. Toretje. Op de kabeljauwstek. Heel ondiep of niet? Metertje of 8, dacht ik. Wel nog. He's swimming back.
een pittig taai dagje. We zien ook weinig op de visfijner. Kleine gulletjes hebben we gevangen, maar de echte joekels die laten zich nog niet zien. We gaan ons best doen. Nieuwe stek. Er liggen wat meer boten. En we hebben DJ in opperste concentratie. Deze man, jongens, die is klaar voor die grote gul. Gewoon een kabeljauw. Stay tuned. Hij pakt hem opnieuw, hè? Hij wordt eerst los. Het is wel een gul, dat wel. Voel je gelijk. Vet hoor, man. Met latje bij. 58. Ja, hoe was die? Nee, meter. Kijk eens. Ah, hoef niet te meten, joh. Kijk. Jawel. Voor de schatting bedoel je? Wacht even. Wie is de slechtste schatter? Is niet slecht. Weer een mooie vis. Nee, kop kwam uit zijn bek. Kijk eens. Ja, ik kan varen, hè, Mehmet? Ja hoor. Mehmet de gulle koning. De kleur even in het water. Roze, hè? Was het? Roze. Oh man. Hoppa. Kruis de hemel. Ja. Mag ik hem teruggooien? Je mag hem teruggooien. Nee, ik wacht. De eerste die vangt, die mag dan een drankzak, hè? Oh, de eerste die een visje vangt, die gaat zo even een flesje water halen. Ik weet van niks. Ik weet van niks. Oh, heerlijk. Volgens mij weer een schone, Joe. Ja, maar ik was hier wat ik doe. Ah, af. Heb je expres gedaan? Heb je gewoon expres gedaan? Ja. Wat is er gebeurd? De lijn gebroken. Zo! Zo, dat was nee, joh! Dat was erachter, hè? Zo! Een halve meter erachter. Zo! De stoel ligt er ook af. Zag je dat? Ja, want, hij moest en hij zou hem hebben. Ik schrok me, joh! Ik dacht dat er iemand over boord lag. Amai! Bij de boot, hè? Echt, bij de boot, inderdaad. Ik ga zo meteen oppervlaktes meenemen, hoor. Waar sta je zo te trillen met je hengel? Dit is een mooie. Dat ik het steeds voor moet doen. Oh, je gaat echt nog een keer de boot uit, jongen. Zo! Oh, my! Dit had ik nou ook weer niet verwacht van die vis, hoor. Huh? Het is boos, het is echt boos. Kijk! Help het, jongen. Ligt die vis al overboord? Het is een dikke, man. Ja, het is echt een dikke vis. Dit is echt een dikke vis. Mooie arbeid ook qua DJ. Zo! Mehmet, jongen. Oh, die hoef je niet in de lens te drukken, deze. Nee. Wat een bak dit, jongen. Oh, wat een monster. Die aanbeet ook. Ja, maar echt tot de boot, hè. En dan pas pakken. Prachtvis. Fucking dude. Het is van de trip tot nu toe, ja, Mehmet. We komen van het gullen terug. En we zagen een jagende koolvis. Even een paar worpjes gedaan. We kregen een klap voor de boot. Ja, een volger, we, hè? Ja, echt een volger, waar we alle vier van schrokken. En de volgende worp was een mooie dikke koolvis. Hij gaat mooi weer lekker terug, jongens. Nog groter worden. Oh, ja. Weer een mooie. Dit is een mooie weer. Damn!
man. Ja. Hele schone. Ik denk wel groter. Deze is groter. Deze is groter, man. En ja, zie je al, het is gelijk weer, hè. Wat een gekaas. Deze is duidelijk groter. Ben terug pakken. Oh, no! Oh, kijk! Oh. Achter ons, voor ons hier, man. Kijk daar, hoppa. Ben terug pakken, zeg. Hey. Ja, dit is echt een grotere volgens mij. Oh, deze is ook. Oh. Ah, heel terug los. Jezus, zeg! Hey. Wat een gek huis, man. Hè? Wat een gek huis. Dit is toch niet normaal? Ja, opa! Shoot! Deze is nog groter, joh! Wat een gek uit. Ik wil dit eens live doen, mannen. En de shooter moet je ook vissen, hè? Kijk dan wel een bak. Kijk dan wel een bak. Ondertussen staat meneer Laroy ook nog even te genieten. Genieten met de grote gei. G-spot. Kijk dan, jongens. Oh, hier man. Kijk hier. Oh. Gooi hem gelijk weer terug, nee, man. Nee. Oh, nee, joh. Ja, dat hij dood gaat, man. Is hij eraf, DJ? Ja, hij is eraf. Mag niet. Hier, zie je. Een en al liefde nu. Heftig. Net zoals een zeearend. Kijk dan. Ja. Wat een gek huis. Waar jagen ze op, hè? Ik hou het zo. Alles gaat netjes terug. Prachtig, Joff. Prachtig. Mooi, hè? Op de vlakte, op de vlakte! Hele schone weer, hele schone. Amai, gewoon op de oppervlakte, man. Ik zag die stikbeest gewoon op het water zo. Boom, boom. Prachtig. Ja? Ja. Terug. Krijgt hem al mee. Ja, kom op. Ja, allee. Fucking yes, allee. Pak dat al door. Drie keer naar elkaar. Ja, ho, we hebben... Kijk, man. Kijk.
schitterend, jongen. Ah. Ze moeten en ze zullen, man. Ja, die dat gaat er ook al. Dat is zonder twijfel. Wow! Hey. Heb je dit op beeld, Sjoerd? Ja, ja. Hey. Wat een gek huis hier. Echt de ene naar de andere koolvis. Het is nu even adempauze. Alles wordt geprobeerd en alles lukt ook. Dat is zo mooi. En ook echt dikke vissen. Wat een vet stein, man. Ja, dit is spektakel weer. Ik weet echt niet wat ik zie. De ene naar de andere. Hoeveel klappen kreeg ik op je oppervlakte? 6? 7? Met vis net bij een oppervlakteplug. Echt vijf keer klapt er een koolvis op. Tenminste, hij mist hem. Maar dat alleen al om dat te zien, dat is waanzinnig. Echt. Ja, nu is het even rustig, maar we weten zeker dat het straks weer gaat gebeuren. Zullen we gelijk terug vergeten? Maar ik zit maar een halve meter. Ja, maar toch. Maakt het verschil, hè? Oh, oppervlakte? Nee, runaway. Ah, runaway. Oh, fuck, dat is een ding. Amai! Even pompen, man. Ah, oh, shit. Leven pompen. Ah, een schone. Hele schone. Ja. Helemaal kromp hier, moet je kijken. Oh, ik krijg hem niet over, hè? Wow, op de plug. Niet te geloven. Echt man. Dit is een PR'tje van mij. Dit is een PR'tje van mij. Oh. Bye. Oh, los. Gaat hem op de plug, op die nieuwe plug. Wow. Hoe zwaar is deze, Joff? 6 kilo. Ja. Hoe diep zat die haak aan je pols? 2 centimeter. Maar wel de moeite. Neem het even wat lichter heen wat je pakt. 3 tot 15 gram. Met een 2500 molentje. Oké, okay. Jij wil een tennisarm hebben, Ina? We gaan er gewoon voor. Het is een normaal hengeltje voor het finesse vissen. Dit is eigenlijk voor het streetvissen gemaakt. Ah, oké. Okay. Ja, we zitten ook midden in de stad inderdaad. Geen natuur te bekennen hier zo. Visserij is niet heel moeilijk, hè? Koolvis. Nee. Als ze er zitten, niet, nee. Maar het is wel zoeken. Het is behoorlijk zoeken. Naar de vogels kijken. Naar de vogels kijken. En hier gaat het in. En zonder dit vang je ze zeker niet. Daar zit gewoon melk in, hè? Sudrans. Oh, sudrans. Met vitamintjes. Ja, vitamine C, hè? Oké. Okay. We moeten lekker warm blijven. Ja. Ik ben uit de kop, of hè? Ah. Trust. Maar ik zie je steeds snel draaien en dan even een spinstop. Even weer een zakmoment geven dat hij naar beneden dwarrelt. En dan weer snel draaien. En wanneer komen die aanbeten? Meestal echt tijdens het snel draaien. Tijdens de versnelling? Ja, inderdaad. Dan pakken ze hem. Ik had het net met de oppervlakteplug ook. Gewoon er overheen springen. Gewoon net of ze blind zijn, weet je wel. Ja, dat is een mooi gezicht. Ja, prachtig. Ik had ze wel op de stikbeet. En met snel draaien van de stikbeet zit je eigenlijk op de oppervlakte. Ja. Toen had ik er wel één. Goeie, mooie maat. Welke stikbeet gebruikte je? Van de Runaway, van Snikkik. Die hebben we hier niet. Die hebben we hier. Die plakken we er even tussen. Kijk, Joff heeft hem in zijn handen. Oh, Joff, laat hem eens zien, jongen. Single hook. Kijk, ja. Het is gewoon over. Want welke kunstzaas gebruik je allemaal? Van pulkers, pluggen. Stickbait, oppervlakte pluggen. Je kan eigenlijk alles gebruiken. Kijk eens even. Oh, oei shit, spaghetti. Dit is een gek huis, dames en heren. 4 hengels kom. Hoe noem je dat? Een kwartet. Ja, dit doe ik niet meer hoor. Ik heb
zijn we aan het begrepen ofzo? Ik krijg een kwam van een koolvis! Joff, jij vis met Nebula? Harte joh, Nebula. Heel licht hengeltje voor het snoekbaarzen. 7 tot 35 gram. Man. Medium, extreem fast. Ja. Super leuke hengel. Heel licht. Lichte hengel, super gevoelig, super leuk ding. En dat zeker voor deze visserij toch? Deze visserij. Hij houdt het gewoon, hè? We hadden een klein beetje onze twijfels. Gaan we nu niet te rek doen, te licht, maar... Nee. We krijgen een super mooie sport op deze hengels. Ja, super leuke visserij. Zo, dat was even een koolvisavontuur. Wat een geweldige tijd hebben we hier in Noorwegen. Echt zoveel diversiteit qua visserij, maar dit is toch wel een van de mooiste. Die koolvissen die erop klappen. We gaan even bijtanken en dan gaan we er weer op uit. We hebben het lek boven. Ja. Wij zijn biologen. Ja. Nou, doe dan. Yo, roofmeisters. Is genoeg. Klaar. Dan weten ze genoeg. Dan weten ze toch genoeg. Nee, maar even serieus, dan weten ze toch genoeg. Yo, roofmeisters. Nou, nu moeten ze volgen. Oh ja, nee daar trek je volle zalen mee. Ja. Ja? Hallo, 15 miljoen mensen. Allemaal kijken.